Een boodschap van hoop en herstel. Dat is de rode draad geweest tijdens het bezoek dat een regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrika Prasad Santokhi en vice-president Ronnie Brunswijk heeft gebracht aan het district Wanica. De visite aan dit deel van Suriname was een voortzetting van de districtsbezoeken van het regeerteam en vond plaats op vrijdag 16 oktober 2020. Het team maakte in Wanica een stop op Lelydorp, Reeberg, Pikinpoika en Santigrong en had daarbij oor voor de noden en grieven van de plaatselijke gemeenschappen. Wanica is oprecht trots dat een zoon uit ons midden vandaag de president is van het land. Op 16 juli 2020 heeft u geschiedenis geschreven voor Wanica. En vandaag voegt u daaraan een nieuw hoofdstuk toe. Meneer de president, wij zijn blij met u. U bent thuis. Wanica zal dit moment nooit vergeten. President, Wanica heeft op 25 mei 2020 laten zien dat u als waardige leider wordt gezien. En door hier te zijn geeft u blijk van waardering. Wij zijn u heel erkentelijk daarvoor. Zijne excellenties, Suriname vindt zich in een diep dal. U hebt betere tijden aan het volk beloofd. En als burgervader van Wanica en vertegenwoordiger van de regering is het mijn plicht om mij ten volle in te zetten zodat de ontwikkeling zich ook in dit district manifesteert. Een heel bekende uitspraak luidt: with great power comes great responsibility. Welkom in Wanica, ons district, het district van onze president. Een totale populatie van ongeveer 120.000 mensen, ongeveer. En daarvan ongeveer 30.000 schoolgaande kinderen. Let wel, 25% van de totale populatie. Houd dat vast, want ik kom straks daarop terug. Wanica is de laatste tijd qua bevolkingsdichtheid na Paramaribo het snelst groeiend district van Suriname. Wanica heeft als hoofdplaats waar we nu zijn, Lelydorp. Het grootste resort qua oppervlakte aan land. Het district Wanica bestaat uit 2 bestuursresorten. Wanica Zuidoost, waarvan de Nieuwe Grond, Lelydorp, Houttuin en Domburg de resorten zijn. Wanica Noordwest, waarvan Kwata, Saramakapolder en Kwarasang de resorten zijn. Een sterk punt in de decentralisatie van Wanica is dat er een goed overleg is in districtsraden en resortraden. Het districtbestuur, de brug naar de centrale overheid, functioneert echter nog niet optimaal. Het is het streven, het ligt in de bedoeling om weer invulling hieraan te geven. En daaraan hebben we al een start gemaakt. Geachte president, ter afsluiting wil ik gretig gebruik maken van het feit dat u ons district vandaag vereert met uw aanwezigheid en u 2 projecten voorstellen. Mi kondre tru, mi lobi u, u mooi. Trunami ai abung fuyu mi sukutru a ogrimus fuai. Wij zijn zeer ingenomen vandaag, zeker als Wanica-vertegenwoordigers, als parlementariërs, dat wij een regeringsbezoek mogen ontvangen in het district Wanica. En zoals eerder hier ook aangegeven, especially door iemand die uit Lelydorp is gekomen en hier geboren en vandaag president. President, nogmaals van hieruit de felicitaties omdat u het land mag vertegenwoordigen en dat hij vanuit Lelydorp komt. Regering, u weet, als volksvertegenwoordigers zijn we de verkiezingen ingegaan. En Wanica kenmerkt zich zeker met één ding. En dat is
dat wij hier, zeker als volksvertegenwoordiger, maar als VHP'ers, toen alle organen volksvertegenwoordigde lichamen binnen hebben gehaald. Of het nu RR is, of DR, of DNA, op 2 na. Eentje heeft de heer Ronnie Brunswijk afgepakt. Maar wat het aangeeft, is dat wij gewerkt hebben, die samenleving een boodschap hebben gebracht van verbetering in hun leven. En daar zijn wij verzekerd van met deze regering en samen met de volksvertegenwoordigers dat wij in staat zijn om die verandering te brengen. We hebben niet zomaar aangegeven we zitten. Dit jaar bestaat de Verenigde Naties 75 jaar, maar ook de Wereldvoedselorganisatie, FAO, bestaat ook 75 jaar. En elk jaar hebben ze een thema. En het thema van dit jaar is, even vrij vertaald, laten wij met z'n allen samenwerken om hoogwaardig voedsel te produceren en honger uit te bannen. Dat is het thema en daaromheen moeten wij nu onze projecten gaan ontwikkelen, tenminste het komend jaar met deze boodschap in ons gedachten. We zijn vandaag hier in Wanica, op Lelydorp, president. We hebben hier bijna alle wegen, gelopen, onze Meet the People. En we hebben de klachten van de mensen aangehoord en ook met veel radius gesproken. Als ik denk aan Wanica, hier Lelydorp en omgeving, dan denk ik voornamelijk aan veeteelt. Pluimvee, maar ook melkvee. En dan wil ik me vandaag beperken tot melkvee, omdat als je even doorrijdt, dan kom je in een melkveegebied terecht. En natuurlijk als je met de boeren praat, dan hoor je alle problemen. Melk is een product, is een hoogwaardig product. Het past precies binnen het thema van de FAO. Maar als je over melk praat, dan praat je over een sector welke aan het doodbloeden is. Inderdaad, aan het doodbloeden is. Afgelopen 3 jaren tijd, in die 3 jaren, is de leverantie van melk aan de melkcentrale gehalveerd. Dan moet u eens nagaan wat er gaande is op dat gebied. President, Lelydorp is uw hometown, ook mijn hometown. En we dienen enorm veel aandacht aan te besteden. En zoals DNA-lid Aziz Gerdin aangaf, er is massaal gestemd op de partij. En wij dienen natuurlijk ook te kijken naar de noden van een ieder hier in Wanica. Van mijn president heb ik altijd geleerd, smart thinking. Als je geen geld hebt, moet je slim gaan denken om oplossingen te bedenken. Dit heb ik als boodschap meegenomen voor de melkboeren. En ik weet dat een aantal hier zitten op dit moment. Van, er zit wat aan te komen als oplossing voor de melkvee en de subsector. Wij moeten hard werken om het waar te maken. En VP, u gaat binnenkort weer een voorstel zien voor aanpassen van de melkprijs. Wanica is een gebied waar ik zelf voor enkele jaren mijn hart heb mogen openen en mijn gevoelens heb mogen schenken. Dus Wanica
voor de bewoners ook en ieder aanwezig, mogen jullie weten dat voor wat betreft Wanica jullie een speciaal plek hebben bij mij. Verder, als minister wil ik dan ook aanhalen dat ja, Wanica zelf ook drastisch is veranderd vanwege COVID. De regering Santokki Brunswijk, wij allemaal van de regering zijn bezig met een sustainable social safety net. Dat betekent een langdurig sociaal vangnet. Het moet ontwikkelingsgericht zijn. Van jullie kant zijn er enkele vraagstukken voor wat betreft het mooie gedeelte natuurlijk welke gepaard meegaat. Is dat collega Financiën en ik een paar keren hebben aangehaald dat deze regering ervoor zal zorgen dat tenminste we beginnen met de verhogingen. En dat waren voor de verschillende doelgroepen van sociale zaken. Maar natuurlijk, met de verhoging mag ik ook meteen zeggen dat er enkele knelpunten waren, of althans zijn, welke we aan het natrekken zijn. Ik vraag u geduld. Ik vraag aan u het één wat geen geld kost en dat is geduld en medewerking. Geduld en medewerking, dat zonder geduld en medewerking, zelfs binnen de regering en zelfs naar het volk toe, sowieso voor moeilijkheden zal zorgen. Inastrana Tongo, Uben Yama Bita Ba. Abita dekeba, abeng dekeba. Nono de me aksi uno. Tak funyama bita ching so moro so dat u kan fira shwiti bakadati. A sukru, a shwitfeng, a oni. E tek ching so ting. Ma ef eenmaal a oni doro, da u kan praten na makandra. En dat na bedoeling. Wij zullen zoveel als mogelijk als ministerie van Sociale Zaken de handvaten aanreiken met de diverse programma's aan jullie toe. De handvaten bedoel ik dan dat wij het gezamenlijk moeten doen. Dat if one oppo a hibidisi na skoru na skoru, u moest knap zijn makandra, voor opeen gezamenlijk. Want nogmaals, en ik heb het vaker gezegd, alleen samen kunnen we doen, want samen staan we sterk. Ik reken op een ieder hun medewerking en nogmaals, a patiëntie, geduld is sowieso een van de componenten welke erin zitten, maar dat betekent niet dat we tek doen ding, maar dat we zo snel als mogelijk eraan werken, maar correct. Want alleen eraan werken is niet genoeg, maar laten we het ook correct doen. Dus natuurlijk, nogmaals, ik reken op ieder hun medewerking. Laten we het gezamenlijk doen, want gezamenlijk kunnen we dan onze doelen dan bereiken. Leden van de president gekomen, de delegatie Kong. En ik mag u zeggen dat deze president, wat betreft doorzettingsvermogen Abing, en hij is dat ik met een besluit, hij tek een besluit. Hij heeft beloofd dat hij terug gaat komen naar de gemeenschap. En Pawe Wakaja in Jaso in Lelydorp. In Wanica, overal, attack, if me winning, me kom back naar volk. En vandaag zie je, onder leiding van de president, ook attack, een regering, stranang, de jason naar Lelydorp. En dat me vindt belangrijk zijn, dat het draait om, en persoonlijk, ook als in de DC, want die zee wordt voor jou naar Afkomoro, dat we kies alle rapportage, maar ik zeg nee, we gaan terug naar het volk. Face to face, make una volk taki. Dat a volk is she, or this na vice-president,
dit na president en dit na parlementariër, we komen naar volk. We contact naar het volk. Maar wat ik wil zeggen voordat ik besluit, is dat ik aan iedereen wil bedanken. Ik van mijn bataki, grootste deel, stem die VAP. En ik wil bedanken alles maar zijn stem die VAP. Waarom? Als je niet op de VAP had gestemd voor 20 zetel, was de ABAP ook niet hier. Dus met jouw grantangi, alles maar zijn stem, dat het idee, hoe ze tjarwang, kenki kong, dat ook een poer aan de keren zijn bij een hinderen konden. Zonder jullie bijdrage was het niet gebeurd. En ook toe, alles maar zijn stem die ABAP, naar PL, naar MPS, we willen aan ieder bedanken. Want zonder jullie was ik geen vicepresident vandaag. Zonder jullie was onze president vandaag geen president. Ik wil jullie bedanken en ik wil jullie een beetje applaus geven voor wat ik doen. We hebben inderdaad besloten als politieke top dat wij terug moeten gaan naar het volk. Dat wilden we eerder doen. Maar ja, we leven nu in de tijd van het nieuwe normaal, de COVID-tijd. Dus je moet alles overeenkomstig de COVID-regels doen. Er is een klein beetje normalisatie ingetreden, dus we maken gebruik van die normalisatie om onze bezoek af te leggen. En dat hebben we gedaan in Kommerwijnen, vervolgens Para, Saramaka, Nikeri, Koroni. En vandaag zijn we in Wanica. We hebben even, ook in het kader van de dag, de Nationale Dag der Marons, hebben ook een bezoek gebracht op Pusugrunu in het district Sipaliwini. Het is duidelijk waarom we het doen. Teruggaan naar het volk, uitleggen wat het regeerbeleid is, uitleggen wat de stand van zaken is, de richting die we opgaan, maar ook de problemen vernemen van hun. Hun eigen leefgemeenschap, hun eigen woongemeenschap. En dat is de bedoeling. En dat is bijzonder belangrijk als we dat doen voorafgaand aan de begrotingsbehandeling die eind deze maand start. In het parlement, om dan alle informatie ook te hebben van jullie en datgene wat als probleem en of pijngebied naar voren gepresenteerd wordt. Zodat ook die zaken goed besproken kunnen worden. Met die residentie van de president hier op Lelydorp, hoofdplaats van Wanica, ontstaan er ook verantwoordelijkheden en verplichtingen. En we gaan niet Wanica voortrekken ten opzichte van de andere districten. Maar dingen die we afgesproken hebben voor Wanica, die moeten wel gerealiseerd worden. En dat gaan we binnenkort doen. Met de DC's en de structuren. Om alle projecten te listen. Ik heb aan alle districten gezegd, maak jullie een project management team binnen het district. Met de eerste 10 top projecten die jullie in deze 5 jaren willen uitvoeren. Waarvan een deel regionaal en een deel centraal. En dat is de uitdaging. Alle districten hebben die opdracht gehad. En die districten moeten hun huiswerk maken. Mijn mensen, ik ga bedanken de organisatie die gezorgd heeft voor een geweldige verwelkoming, geweldige organisatie, geweldige performance. Ik ga de organisatie bedanken ook voor de goede wijze van de inrichting van het programma, niet alleen hier, maar ook de andere hotspots die we gaan bezoeken. En ik roep je op die eenheid te blijven bewaren. Dat is de kracht van deze regering. Dat is ons symbool. Eenheid. En in eenheid zullen we alle problemen oplossen. In eenheid zullen we de grootste problemen ook oplossen. En ik vraag u ook om ondersteuning te geven aan het regeerbeleid. Ik heb al gezegd, we gaan alle Surinamers inzetten. Maar daarmee heb ik wel bedoeld alle Surinamers om het beleid te ondersteunen.
En die Surinamers, die om welke reden dan ook het beleid saboteren. We zijn al begonnen. Op topniveau. Dus ik roep je op. Werkt u in 's lands belang? Werkt u in nationaal belang? Laat uw politieke kleur daar thuis. Dat mag u hebben. Maar op kantoor bent u met mijn één agenda bezig. Dat is agenda Suriname. Het nationaal belang. Om het land vooruit te brengen. De kapitein heeft haar huiswerk gemaakt. Dit gaan we meenemen.